Jeder Heiminsson is de jeugdspeler van de maand geworden. De 16-jarige IJslander is afgelopen zomer met zijn gehele gezin overgekomen naar Nederland om zich aan te kunnen sluiten bij Heerenveen onder de 17. Yeah, my name is Birgir Heiminsson and I'm 16 years old. I'm from Iceland and I have been here for 2 months now. Nou, Birgir is een IJslandse jongen die hier nu 2 maanden is. En hij heeft zich gewoon samen met zijn familie heel snel aangepast. Hij heeft één voordeeltje dat zijn familie meegekomen is naar Nederland. Nou ja, en als je ziet wat voor inbreng die nu al heeft in wedstrijden, zonder dat hij de taal kent, hoe hij zich aan afspraken houdt, hoe hij communiceert op het moment dat er wat is. Ja, dat is gewoon een compliment voor hem en een voorbeeld voor de groep. I worked hard, play well, train hard and score goals. So, I'm a midfielder, box to box and I can play number 10 and number 9 and also number 8. So. And you're now just 2 months here. What do you think about the future? What are your dreams at Heerenveen? Play with the first team and yeah, make the coach proud of me and play well. Nou, het is een intelligente speler die veel oog heeft voor de situaties op het veld. Dus hij houdt balans in het team. En aan de bal is hij een jongen die het spel goed kan verplaatsen. En goed zijn buitenspelers aan het werk kan zetten. Dus zijn inbreng wordt dan al gauw heel erg groot. Is there a big difference between Holland and Iceland? It's a better football here. It's quicker. And there's a better player here. So I think it's a good step for me to come here and be a better football player. Het talent wat hij heeft, dat is er gewoon. Nou ja, en het oog voor detail, waar speel ik iemand in, wie speel ik in en wat is mijn vervolgactie. Ja, dat is gewoon een groot talent van hem. Dus ik verwacht wel dat hij hier via de jeugdopleiding stappen kan maken. Nou, wie weet naar het eerste team. Spelers uit IJsland zijn natuurlijk niet geheel onbekend in Heerenveen. Birgir heeft een goed voorbeeld en gaat uiteraard voor hetzelfde succes als zijn landgenoot Alfred Finnbogason. You know him? Yeah, he is also very good. Het is inderdaad wat een ander type. Ik geloof, hij is al een beetje introvert, dus ik geloof dat Alfred het ook wel was. Maar zijn talent ligt ergens anders. Maar het zou hem zo kunnen dat we weer een IJslandse speler in de eerste helft krijgen.